De gemeente Aartselaar staat bekend als een gemoedelijke gemeente zonder grote conflicten. Maar wat blijkt nu, ook het Aartselaarhuisje heeft zijn kruisje. Ja, Mark van den Abele, Aartselaar heeft een groot probleem. Wij hadden een heel groot probleem. Wij hadden namelijk bij de schoolpoorten een kies- en rijdbord gehangen. Daar werd klachten tegen neergelegd in verband met de taalwetgeving. En wij hebben er nu zoen en vroem van gemaakt. Zoen en vroem in de plaats van kiss and ride, met dank aan een alerte of zeg maar klaaggrage burger. Die vond de Engelse term kiss and ride niet kunnen, diende klacht in en kreeg zowaar gelijk. Een gemeente mag in het straatbeeld enkel het Nederlandse woord voeren. Drie extra ingelegde schepencolleges later kwam er in Aartselaar een ingrijpend gemeentelijk besluit. Kiss and ride werd zoen en vroem. Waarom zoem en vroem? Daar is goed over nagedacht. Wel ja, we hebben het gewoon vertaald. Hè. We hebben het woord kies vertaald door zoen, dat is vrij evident. Maar dan moesten we iets hebben dat rijmde en dan hebben we gezegd zoen en vroem. Zeer mooi, hè? Ik ben heel blij met die vondst, ja, en ik hoop dat dat in Vlaanderen navolging zal vinden. U weet, zorgt Aartselaar dus voor een Vlaamse primeur met zoen en vroem.